En van harte welkom in de schitterende theaterweide. Hij doet me goed. Zoveel kunst en cultuur. Minder gelijke stemmen, zielen bij elkaar te zien. Hartverwarmde. Ondanks de grimme sfeer, ter onopzichte cultuur in het algemeen van de politiek, met name ben ik trots op het programma van 2012 voor dat hele Zwarte Kruis en niet de laatste plaats. Het goed gevuld en zeer hoogwaardig programma komende dagen hier op de theaterweide. Riggie, je moet nog heel emblem, maar we hebben nog een cadeautje voor u. Ja. Dan gaan we nu officieel onthullen. Ja, zo. Ben je wel? Ik moet even wat voorlezen. Archeo. Een mooi ding aan in aan. Alsjeblieft. Ik weet niet hoe. Die kreeg eigenlijk een speciaal. Goedenavond, smerige sorry. In rechte toestand het grijnzende hoofd van Neesje Nijman tevoorschijn token. Dat de meisjes zich van de normaal aan zwart lang spreken. De geplande poëzievoordracht op zaterdagochtend met type hier op de theaterwijk gaat niet door. Omdat de heer Rutger Kopland op het allerlaatste moment heeft afgezegd. De lachweg. Om het gaat door het wegval van Kopland die probeert ook een veelbaar organisatie mooi vervangen te hebben gevonden, maar helaas ook meneer Kommerij heeft af moeten bellen. Wat meer dan is bewezen is dat naast Duitse slagermuzikant met een onverduidelijk natieverleden en zowat iedereen uit Volendam, de nog maar net overleden dichters de meest onbetrouwbare artiesten ter wereld zijn. Verder zou de motorcross dit jaar verplaatst worden naar Halle. Omdat het crossterrein hier is, zoals ook de Aziatische Volkswagenkever is ontdekt. Het is er maar eentje, maar deze Aziatische Volkswagenkever zit wel in.